Het Nauw, de Peperstraat, Groentemarkt en de Kelders bundelen hun activiteiten onder de naam De Oude Markten. Het gaat om de straat in het verlengde van de nieuwe stad in Leeuwarden. Straten met een authentieke sfeer en bijzondere winkels. Door die combinatie biedt dit gebied volop kansen voor de ondernemers. De kansen zijn om je te richten op een heel aantrekkelijk recreatief winkelgebied. Waar de consument, als hij bij de V&D geweest is of daar in de buurt winkelt, denkt van nou, dit vind ik nou hartstikke leuk om die sfeer te proeven. Om die individuele ondernemer te leren kennen. Om even lekker op dat leuke terrasje te gaan zitten. Te genieten van die sfeer. Dat is de kans voor dit gebied. Het Leeuwarden Binnenstadproject Binnenstad Boppen moet dergelijke winkelgebieden buiten de drukke A1-straten extra aandacht geven. Verschillende winkelgebieden zijn in kaart gebracht. Wat zijn de mogelijkheden? Waar moeten ondernemers op inzetten? Niet alle gebieden hebben natuurlijk evenveel kansen in een tijd dat internetshoppen doorbreekt en winkeliers niet meer zo makkelijk een opvolger vinden als ze wat ouder worden. En het is ook heel goed om dan als ondernemers te weten wat je toekomst is. Hoe ga je dat geld wat er is, hoe ga je dat het beste besteden? Hoe ziet u de toekomst? Florisant of toch zorgelijk? Kansrijk, hè? Als je focust op die richting die we hebben aangegeven, dan zijn er mogelijkheden. Het zal heel hard werken zijn voor de ondernemers. De gemeente zal dus ook moeten doen wat wij hebben voorgesteld. Als alle de neuzen dezelfde kant op staan, dan zijn er mogelijkheden. De Oude Markten kregen vrijdag een kansenkaart van het hoofdbedrijfschap Detailhandel. Vanwege de ligging, de historische bebouwing en de rondlopende structuur en al het aanwezige winkelaanbod. Er staan wel panden leeg, maar dat geeft de mogelijkheid om een passende invulling te geven. Andries, wat een mooie plannen hier. Ja, ik denk ook hoor, die binnenstad die heeft wel een stukje upgrading nog nodig. En het is natuurlijk een prachtige stad als je kijkt naar die binnenstad en er valt best nog iets meer van te maken. Ja. Er staan hier een aantal panden leeg en de gemeente doet zijn best om daar verandering in aan te brengen. Nou, je kunt het op twee manieren doen. Je moet in ieder geval zorgen dat ze niet meer leeg lijken door inderdaad etalages of aan te gaan kleden. Maar je moet ook een keer in overleg met makelaars, maar ook met winkeliers zelf kijken of je vooral het echte kern van Leeuwarden, die winkels in ieder geval weer aantrekkelijk kunt maken met ook wat bijzondere winkels. En niet allemaal van die ketens, die kennen we wel. Dat kan heel goed werken. Ja, ik zeg maar, ik kom uit Sneek en we waren een keer de beste binnenstad van Nederland, tenminste boven de grote rivieren. En ik, dat heb jij mij naar Leeuwarden gebracht? Daar ga ik vanuit dat Leeuwarden ook gaat lukken. Dat is ook de enige reden waarom ik verhuisd ben. De gemeente Leeuwarden subsidieert ook het opknappen van winkelpuien. Dat kan dan meteen in de stijl die bij de oude markten past. Klopt, geldt voor een heel groot deel van de binnenstad, niet alleen voor dit gebied. Er zijn subsidies voor het opknappen van het pand. En nog meer van dat soort dingen. Nou, het is heel goed dat die regeling er is. Maar dit is juist een gebied wat dan nu de oude markten genoemd gaat worden, waarin al die kleine winkeltjes al zitten. Ja, maar er is toch wel veel leegstand. Dat merk je toch wel. En als je kijkt naar de Oosterstraat en dat soort dingen. Misschien moet je het centrum wat compacter gaan maken. Hè. Dus inderdaad ook winkels echt verplaatsen naar die binnenstad. Maar daar gebeurt het ook echt. In combinatie met horeca die voldoende aanwezig is. En dan kun je er echt een gezellige winkel-horecastraat van maken. Er is ook een subsidieregeling voor het opknappen van de panden, heb ik begrepen. Ja, dat gaat inderdaad ook via binnenstad Boppen en dat soort dingen. Ik weet de bedragen niet precies hoor. Maar in ieder geval gaan we kijken in overleg met de winkeliers of we echt een verbeterslag kunnen maken hier in de binnenstad. En die verdient die ook.